Wij zitten in de auto, ja, dat heb je goed gezien. We doen even het geluid uit. Want anders krijgen we een strijk. We zitten in de auto, we hebben een auto gehuurd en we zijn nu onderweg naar Willemstad. Ja. Jessie Silver die ligt nu achter te slapen al. Het is 10:00 ochtends. Ja, is wel goed. Ik denk ook dat het gewoon een beetje veel is geweest voor hem. Veel, want de indruk, blijde, een beetje onregelmatig slapen. Jetlag, lekker uit eten heel de dag, strand, bladibla. Dus warmte. Warmte, heel veel warmteuitslag. Of zonallergie, dat weten we nog niet helemaal. We was net weer een beetje aan het wegtrekken, dus dat is wel fijn. Ja. En we waren nog vanmorgen alweer vrij vroeg wakker. Maar wel later dan gisteren en eergisteren. Wel later dan gisteren, maar hij wordt dan wakker omdat hij gewoon bij ons wil liggen. Ja. En we hadden zoiets van, oeh, hebben we hem nou verpest dat hij dat straks thuis ook niet meer wil. En inderdaad, hij werd wakker en hij deed gelijk richting het bed. Dus we hebben hem nog even teruggelegd en ik heb hem pas om 6:30 bij mij tussen mijn benen gezet, tekenfilmpje gekeken. Ja, maar dat is ook wel anders dan dat je zegt, kom, we gaan bij ons verder slapen. Ja, daarom. Ja, dus we hebben, dus in principe, ja, je doet het ook vanwege de buren, want je wil niet dat zij telkens wakker worden van een huilend kind. Ja, want die... Maar op zich, na 2 minuutjes nog niet eens... gaat hij dan toch alweer liggen eigenlijk. Ja, ja want de kamers zijn, ja, het is gewoon hout, dus het is gewoon knijtergehoorig. Ja. En ja, het is natuurlijk de hel van elke vakantieganger als je naast een jankend kind de hele nacht ligt. Dus gelukkig doet hij dat niet. Dus ja, op zich doet hij het gewoon hartstikke goed. Nou, we zijn in Willemstad, we gaan even kijken waar we gaan parkeren. Ja, en ik ga even het view laten zien. Ja, want ik weet nog niet zo goed waar ik moet zijn ofzo voor... Even de trekpleister van Willemstad. Zo, kijk. We gaan even gaan parkeren hier zo. Een watertje. We hebben al allemaal leuke gekleurde huisjes gezien. We vragen ons af waarom wij dat niet gewoon lekker kunnen hebben. Ja. Mijn school, gewoon lekker allemaal leuke kleurtjes. En kijk, waar is die kaart? Want ze hadden wel gezegd van hier moet je parkeren, toch? Ik heb dat niet meer onthouden hoor. Nou, ga je even verder zoeken? Ja. De schoentjes staan hier op het plein. Met grote letters Curaçao en... Is dit dan wat ze noemen de Pontjesbrug? Dat zou goed kunnen, ja. Ja, toch? Want we zijn wel net met een pont gegaan. Ja, maar dit zijn ook allemaal pontjes, nou, die bootjes. Ja, maar die zorgen ervoor dat die hele brug zo... Ja. Allemaal pontjes. We zijn even neergestreken in het lokale Bruin Café. De ISO maximaal moeten zetten, dus daarom is de kwaliteit wat minder nu, maar... De airco die staat ook nog wel... op een laag standje. Maar het is gewoon een leuk tintje. Kleine dingen, kleine dingen. Ik ben namelijk helemaal nat, dus ik kan niet eens fatsoenlijk bewegen. Oh, leuk. Een tentje met local food, ben benieuwd. Heb je zin in? Iets locals. Oké, okay. Goed antwoord. Goed hè. Alsjeblieft, smakelijk. Dank u wel. Beetje blazen. Oh. Nee. Lokale kan niet. Ik heb lege waanvlees. En je hebt een lekker carbonaatje, schat. Ja. Smakelijk. Smakelijk.
En ik na een half uur filmen, maar niet aan het filmen was, maar een foto heb gemaakt. Doe het even opnieuw, maar dan een verkorte versie. Het was super gezellig. Het was warm, het was heel erg luid, dus ja, is voor Jesse niet heel erg best. En hij ging een beetje gek doen ook met zijn doekjes en zo op de grond leggen en wel lachen en een beetje dansen, maar ook weer niet en niet in je armen meer en ja, dat je wel op het punt kwam. Die super wijd staan nog een beetje, vind ik altijd dat alsof hij een beetje gaat trippen ofzo. Het is nu pas half tien en dus op zich is het niet schrikbarend laat ofzo. Maar je ziet gewoon aan hem dat hij... Maar we hebben hem net ook wakker gemaakt, hè? Om ook nog te eten en zo. Precies, dus een beetje uit zijn ritme. Dus wij gaan gewoon lekker chillen. Zoals je hoort, het feestje in volle gang. Ik dacht, het is gewoon een feestje met een live band, maar het was gewoon echt keihard dik vissen. En je ziet er nou vrij weinig van. Maar je hoort het wel. Wij gaan het beluisteren vanuit onze kamer. Precies, we gaan deze kleine jongen in de slaapzak hijsen en lekker chillen. Staat lekker. Dag Jesse. Nee, zelfs dat niet meer. Slaap lekker. Wat is het, Jesse? Wat is het dan? We zijn een uur onderweg en we zijn helemaal naar de Westpunt gereden. We zijn nu bij Kalki Beach. Kalki toch? Ja, oh ja, Playa Kalki. En dat is het eerste strand van vandaag. Dan gaan we eens even kijken hoe mooi het hier is en wat we allemaal voor wildlife voorbij zien komen. Hi, jij ook hier. Hi, schat. Daar naar beneden. Ja, dat gaan we even fixen. Ja, het ziet er in ieder geval wel echt heel mooi uit. Poisonous. Manzanilla fruits. Poisonous. Okay. Die gaan we dus niet eten. We kunnen wel een paar meenemen voor bepaald iemanden. Hebben we die dan? Ik heb er wel twee. Oh ja. Het is wel weer een stukje paradise hier, hè? Heel rustig stukje strand. Klein. Caribisch. Ja, rustig. Hè, schat? Wel echt bounty beach. Echt, echt genieten hier. Kleine lekker spelen. Hij schat? Hoi! Wat lumma! Ja, poppie? En ineens sla je af en we zijn nu vlakbij Playa Grande. Playa Grande is die plek met die schildpadden. Dan kun je dus hele mooie schildpadden zien. En ik loop nu over een bruggetje en als ik er zo meteen doorheen zak, dan... is dat omdat ik dit doe voor jullie, hè? Gevaar voor eigen leven. Ja, hier heb je dus ineens van alles geschilderd. Beschilderd. Mooie boom. Grappig, hè? Een beetje Jamaicaans. Of in Detroit heb je ook dit soort dingen. En je denkt van wie heeft ineens bedacht om hier alles te beschilderen? Ja, op naar de schildpadden. Oh,
ik erin springen? Ja, maar ik... Lokale geitenstoof en jij hebt een chicken beef stoof. Iets met kaas toch? Met edammerkaas, uitjes, gewoon lekker lekker. Ja, en Jesse Gates was gewoon een keer mee, dus... Hé? Nee? Wel steeds last van zijn beeldjes. Nou ja, hij lijkt er geen last van te hebben, maar hij heeft ze wel. Zakje eens. Kom je eten? Dankjewel. Grazie. Kom
Kom je eten? Oeh, cabrito. Jesse, eten. Eten. Aan tafel. Happen. Kom maar. Ja, daar komt hij aan hoor. Eten. Hij is al een blaasje. Ja. Goed zo. Blazen, hè? Wat deed, hè? Dit is echt zo mooi, hè? Groot knip. Dit zal je achterdaan maar zijn, hè? Zo mooi. Het water is zo helder. Zo, dit groot knip is echt waanzinnig mooi. Ja. Echt heel mooi. Niet groot, niet druk en zo blauw als ik weet niet, maar en helder. En echt het idyllisch plaatje waar je gewoon inderdaad naar op zoek bent. Als je dus naar zulke Caribische bestemmingen gaat. Nou ja, Jesse ligt net een beetje te slapen en het is al 4 uur en hij heeft nog niet geslapen. We hebben natuurlijk net geluncht, dat was vrij laat. Dus ja, we wilden dus die hele westkust zeg maar naar beneden rijden. En we zijn nu 5 uur onderweg en we hebben 2 straatjes gehad. René zegt, ja, ik vind het wel een leuk plekje om te zwemmen. Ik zeg, alweer? Ik zeg, ik wil het wel, maar ja, Jesse moet even aan zijn slaap komen. Anders ja. Is hij straks echt niet meer te genieten. Dus laten we een stukje verder rijden. Dus ook maar 9 minuten. Naar Beach Santa Cruz. Klinkt namelijk ook wel heel erg Caribisch. Ja. En dan kijken we wel eventjes. Ja, ik denk dat. Ja, nou ja, we kijken wel. We hebben het in ieder geval gezien. En dan zien we wel waar we nog kunnen stranden. Hey, dit is leuk. Leuk. We zijn bij Santa Cruz. Beetje tussen de bergen in. Zoals je kunt zien, een mooi uitzicht hier. Ik zie daar beneden wat palen staan. Ik heb nog geen idee wat het is, maar daar ga ik even googlen zo meteen. Ja, het is wel weer. Dit is echt mooi. Prachtig erbij. Mooie heuveltjes. Ik denk dat daar een soort van steengroeven is. Lijkt het in ieder geval op. En een kleine haven. Vissersbootjes, denk ik.
ik er doorheen ga. Gelukkig heb je niet al je vinger gekneusd. Of niet vandaag, poepie? Nee, gisteren. Vismarket op Mood Beach en dat wil zeggen dat ze dus allerlei vis gevangen hebben en die kun je dus per 100 gram bestellen en na vanavond iets lekker lijkt. Dus ze hebben geloof ik garnalen en er zal vast een red snapper bij liggen en wat andere lekkere visjes. René is niet helemaal van de vis, dus die gaat wel proeven, maar zal waarschijnlijk uitkomen bij een lekkere biefstuk of zo. Nou ja, we gaan weer op stap. Altijd lekker om eventjes. Oh. Oh, dat ruikt echt lekker. Parfumado te gebruiken. Maar van wat er nog van over is, zit ook wel oké. En Jesse heeft er ook heel veel zin in. Want die is al een half uur zo druk als een stuiterbal op cocaïne. Ik probeer er nog wat van te maken van haar, maar meneer werkt niet echt mee. Niet te doen, hè? Ga zitten, vriend. Hij zet tegenwoordig zelf de tv uit en aan. Hij belt de hele dag. Hij geeft iedereen box. Dankjewel. Them are hunters and they hunt when you fly above Curaçao. You see the clear water, the blue clear water, and it changes a little bit further into the sea to dark blue water. Curaçao is a kind of mushroom, so it goes down. And in that area where the dark and the light blue is, they're waiting there. You see the light blue in there and they're praying, so it makes it very nice to fish over there. You see some lines here. Yeah. Normally underwater all these fish have more colors, and we bring them up on the shore, they will lose some of these colors, unfortunately. $150, $150. Oh sorry. Nee, nee, is goed. $150. Zijn we zo? Het lijkt me goed voor de eerste bordje. Ronde. Ja, zeker weten. Mag je een mooie avond wezen smaak eten? We hebben twee diverse sausjes. De witte saus is remoulade. Oranje saus is pika. Pika is in het wel meest. Dat is een pika saus. We hebben ook zeewier en twee keer limoentjes. Ik heb hier zo'n bonnetje voor nu. Ja? Die staat in de chat beneden, dat is deze. Yes. En we hebben gambas twee keer. Hey! In de zee, ja! Ja! En daar! Ja! Oh ja! Hey! Tellen.
daar liggen dan? Daar op die rotsen. Maar ik denk wel, zijn mijn zus dat ze in klas 1 wel echt goed helpen om echt te leren. In klas 1 dan leer je wel echt nieuwe dingen. Ja, dus dan helpen ze je wel echt heel hard. Daarom juist de wel een beetje terug te krijgen. Ja, ja, maar je hebt ook getraind natuurlijk. Hè? Kijk, that's a ride. Dit is onze lift van vandaag. We zijn uitgebadderd. Het is 6 uur of zo. Hoe laat is het? Ja, een uur of zo. Zoiets, hè? En zo 3 kwartiertjes naar huis rijden. Het was wel echt super dik hier. Echt lekker. Lekker rustig. Mooi zwembadje. Jesse die is echt heel veel onder water geweest. En springen. En hij is helemaal van zijn angst af. En dan gaan we lekker weer richting Contiki cruisen. Ja. Oh, blijf jij daar zitten? Ik blijf hier zitten. Ja, maar ik heb meer ruimte. Ja. Ja. Zo, let's roll. Was het zo gezellig dan? Hij is echt helemaal moe. Ga je lekker slapen? Die slaapt wel zo, hoor. Kijken. Oh, ze vliegen net weg. Waar?
eerst even verlaten. Eiwitjes. Ja. Dus, heel goed. Dat wordt wel een feestje. Dat wordt wel een feestje, schat. Ja? Ja. We hebben. Mixed grill, maar dan niet van de leftovers. Nee, oh ja. We hebben 4 stukken vlees. Ja. Ja, ik ben trots op je. We hebben die longhaasjes. Ja? Ik zou die honger hebben. Longhaasjes, een rib van de koe. Ja, en hij noemde allemaal hele mooie staartstuk, dus die entrecote. En die stukje bavet. Oké, nou dat klinkt allemaal lekker. Hoe vet dat? Kusje. Short rib en flat iron. Huh? En voor saus hebben we mango chutney en pico de gallo. Oh, lekker. Heel goed. Gewoon smakelijk, hè? No? Dankjewel. Ja. Dit is jullie bonusje. Ja, top. Ja. Dankjewel. Wow. Ah, vlees. Vlees. Ga je zwemmen, Jesse? Jesse. Without her trying, dat is een hele goede positie. Every day. Zo, we zijn weer even lekker gaan zwemmen vandaag. In precies daarachter, zwembadje. En we gaan vandaag voor. Jij voor een steek toch? Nee, weet ik nog niet. Oh. Ik denk voor steak. Misschien de signature tomahawk chop.
Dat is een hele groot stuk vlees. Echt super lekker. Maar die is echt gelijk zo 3 kilo. Dus moet ik heel even kijken of ik dat vandaag ga doen of morgen. Het is alweer maandag, jongens. We gaan nog 2 dagen chillen. En dan gaan we weer terug naar het gewone leven. Wel een heel druk leven, want we gaan het huis fixen, het huis kopen en verkopen. En alles uitkiezen en zo. Deze man die gaat waarschijnlijk naar een nieuw dakverblijf. Kastenouder, terwijl dat hij de kaart aan het slopen is. Nee. Dus dat allemaal. Hè, schat? Ja, spannend. Dus dan gaan we even lekker wat eten bestellen. Zo, we hebben cornbread with cheese gekregen. Het ziet er wel weer lekker uit. Dat vind je Jessie ook. En jij hebt een flesje Merlot. Althans niet een flesje, maar een glas. Geen hele fles. En ik ben gewoon aan de bitter lemon. Ja. Heet? Oh. Nee, ja, broodje is een beetje warm. Yummy, yummy, yummy. Is lekker? Oh, hij is weer afgeleid hoor. Oké. Zeker. Zo, het hoofdgerechtje. Je had lekker garnalen, hè? Ja. Ik had in ieder geval garnalen. Ik weet niet of ze lekker zijn, dus doe ik er 2. Smakelijk. Dankjewel. Side salad. Ja. En een baked potato. En ik heb seafood. Met van alles en nog wat. En conch. Concho. Green shell mussels, garnalen, zeevruchten. En ik zie een beetje zalm. En lekker wat groentjes. Dus smakelijk eten proef je. Smakelijk eten. Jij ook nog wat happen? Wel hè. Nou, we zijn net op tijd binnen. Want, Jessie die valt. Ja. Jongens en meisjes, dames en heren, ook hier kan het flink regenen. Dus, Jij kan nog wel even hier staan, hè? Nee, hij niet inderdaad. Het is nu pas 10:30 ochtends. Hallo in de. Hallo. Op het nieuws gelezen dat er mogelijk een cycloon aan zou komen. Is dat touwtje er bovenop? Het is wel echt weer een lekker tropisch regenbuitje. Nou, wij gaan gewoon lekker chillen hier op de veranda. Met een boekje erbij, een bakje koffie. Even lekker douchen nog. En die kleine man die gaat even slapen. Maar het kost wel, vakantie is vakantie. Dus gewoon lekker chill, niks doen. En, wij vonden dit even niet erg. Eventjes bijkomen. Want, Afkoeling is inderdaad wel welkom. Hier. Hey, je wordt helemaal nat. Handen wassen. Grote wasjes, kleine wasjes. Tussen in de wasmachine. Laat me lekker draaien. Terwijl het als klaarmaken voor de allerlaatste avond en Jessie zich hevig verzet. Waarschijnlijk omdat hij heel erg honger heeft. Gaan we eventjes kijken waar we gaan eten. En, het is woensdag, dus er is weer een leuk happening, feestje aan de gang. Zo. Ik heb inmiddels ook wel een beetje honger. Dan heb ik nog steeds niet die grote tomahawk steak besteld. Maar dat hebben we in Nederland ook, dus dat komt wel goed. Voor de allerlaatste keer
op vakantie het park van Mado. Nou, ik heb hem wel, het zit best veel in. Valt me niet tegen. Bijna iedere avond. Oh, nou gaat hij. Terwijl ik het zeg, gaat hij leeg. Nou, hij heeft echt lang meegegaan. Deootje. Zo, laatste avondmaal. Wat er gebeurt met het laatste avondmaal eigenlijk? Gaan ze dan dood? Het laatste avondmaal? Ja. Dat is toch, dat is de ik weet wel de schilderij, maar ja. Maakt niet uit. Het is onze laatste avond voor Jezus. Het is onze laatste avond en we zitten bij Hemingway en een super mooi plekje gevonden. Eigenlijk wel gek en een beetje jammer dat we dan hier pas de laatste avond weer terechtkomen. Want het is echt prachtig hier. Je zit er aan het heel water. Mooi. Maar we hebben het eten nog niet gehad, hè? Nee, dat is wel. Dus we wachten nu op het eten. Ik heb een sperrips en jij hebt... Catch of the day, de red snapper. Red snapper. Ja, ik dacht als we dan ergens vis moeten eten, dan hier natuurlijk. Want het komt gewoon recht uit de zee, zo patpoem op een bordje. Ja, ik heb een film, Jess. Jess met zo'n mooie outfitje. Knappertje. Zijn outfits vallen ook wel echt gigantisch in de smaak. Ja. Ja. Hij wil ook telkens een stuk, een beetje van mij met bitter lemon. Neem een slokje, liefie. Oh. Wil je nu de... Oh, daar gaat hij, hè? Doe hem erin. Dat is beter. Kijk, je stoofkrek staat op tafel. Wat heb jij? Sperrips. Ja, en ik ga er goed doorheen, hoor. Ja, zie je wat mals? Lekker. En ik heb catch of the day, de red snapper. Met een lekker sausje. Maar ik geloof wel dat ik van jou ook nog een beetje ga... Ik weet niet of ik dat wel ga doen. Ik denk wel dat dat... smakelijk, schat. Smakelijk. Mm. Ja? Dankjewel, schat. Ja. Ja. Kom op, hè. Dankjewel, schat. Mama! Ja, liefie. Oh, daar kwam het eten mee naar boven. Dat is aan te vullen. Gaat goed? Ik probeer echt zijn lach in te houden. Drie bolletjes. Dat is lekker, hè? Ja, enjoy. Dankjewel. Ja. Lekker. Ja, dat wist jij ook vast wel. Een beetje ijs.
Wat heb je van Ginkel? Ik heb chocola, pekan en vanille. En jij had chocola, in plaats van pekan, vanille had je een aardappel. Ja. Lekker. Bij pappenpekan, chocola, pekan. We zijn eindelijk thuis, dikke jetlag. En we gaan gelijk door naar de makelaar. Gaat het nog? Ja. Wij stond zenuwachtig. Maar we zijn net thuis. De koffers staan nog op tafels. Ik heb wel één wasje aangezet. De hondjes zijn er weer. En we gaan gelijk door naar de makelaar. Ja. En dan gaan we al onze wensen doorspreken. En hopelijk zo snel mogelijk tekenen inderdaad. Komt goed. Ben je zenuwachtig? Ik heb je nog nooit zenuwachtig gezien. Ik ben niet zenuwachtig, ik ben moe. Nou, let's go.